Welkom dames en heren, mijn naam is Steven Engel en in deze podcast nodig ik verschillende artiesten uit waarmee ik de afgelopen 20 jaar heb gewerkt. Om de eerste aflevering met thema goed te beginnen schuiven Paul de Munnik en Def P aan om te praten over muziek en de belangrijkste momenten in hun carrière. Welkom bij Sleutelmomenten. Zo, jezus. Ja, handgebaren, nog wat handgebaren doen. Zo te gek. Steven was laatst bij mij in de studio en toen... En op een gegeven moment zei hij, ja, ik moet er wel even inkomen. En toen moest hij iets doen. En toen op een gegeven moment gaat hij toch... vlak voordat hij iets moet doen. Ja. Dat vind ik zo'n ding. Vind ik, dat. Ik zei, oh, ja, leuk dat je dat deed. Ja, maar ik heb ook geen idee dat ik het doe. Nee. Dat is wel grappig. Moest wel een keer om Ali B lachen. Die zei een keer bij een interview... zei iemand tegen hem van... waarom staan rappers altijd zo raar op de foto... met van die gebaren en zo. En toen zei hij van... nou. Eigenlijk ga ik altijd gewoon normaal staan voor een foto. Maar het zijn die fotografen die altijd zeggen van... kun je even zo doen? Ja. Hij sloeg zo de spijker op zijn kop. Want het is echt zo, jongen. Die fotografen vragen het allemaal. Ja. Het is echt, doe even hiphoppen, weet je wel. Ja. Rot op, man. Maar ja. Ik moet wel zeggen, we hebben wel handgebaartjes op het podium. Ja, maar dat gaat ook vanzelf. Ja, precies. Als je praat, weet je wel, dan zet je ook een beetje kracht bij met je handen. En het is nogal een krachtige muziekvorm natuurlijk. Ja. Het zou ook geen porum zijn als je als een soort strijkplank op het podium staat met je mic zo. Ja, het zou weer een nieuwe stijl kunnen zijn. Nieuwe stijl, ja. Nou, als iemand iets weet van een nieuwe stijl, dan is het wel een 37-jarige man en twee mannen van 49. Welkom. Hey, dankjewel. Hi. Dankjewel, Steven. Welkom bij de podcast, de eerste. Zie je, ik ben nu al zo'n stem aan het opzetten. Ja, merk je dat? Mooi, ja, meteen. Een gezellig gesprek wordt het nu alweer. Ja, meteen een interview. Goed, gooi er een heel Versums accent tegenaan en je bent binnen. Daar zijn we, mensen. Sleutelmomenten heet de podcast. De afgelopen, ik ga mijn jubileum vieren in 2020. 20 jaar Engel. Jullie hebben ook wel iets met 20 jaar, denk ik. Jij hebt 20 jaar Osdorp Posse gehad. Jij ietsje langer Acda & de Munnik, maar ietsje korter albums maken. Dat is, ik las 97, was jullie eerste. Ja. Sleutelmomenten vooral over, ook wel over het verleden. Wat belangrijk is geweest voor jou. Nee, jullie zijn in dit geval... belangrijk geweest voor mij. Met Def P heb ik een nummer gemaakt in 2008. Die heette Kleine Jongen. En dat was met Jiggy J en Diggy Dex. Ja. En dat was voor mij wel een moment dat ik soort van one of the guys was. Dat ik een beetje... sleutelmoment. Nou ja, zeker. Een soort van... mooi hoor. Vanuit de eerste divisie ging ik naar de eredivisie of zo. Zo'n idee had ik in ieder geval een klein beetje. En ik zag toevallig laatst op Spotify dat hij ook bij de grondleggerslijst is toegevoegd. Oh, hebben ze dat ook al? Ja, precies. Dus ik vond het een hele eer. Dat nummer? Dat nummer, ja. Oh, te gek. Dat het een soort van momentje is. En met jou, Paul, is het natuurlijk ook de samenwerking. Maar vooral ook het moment van ontmoeten. Want daarna is er nog zoveel uitgekomen. Ja. Dus dat was een belangrijk moment voor mij. En nu ga ik de vraag natuurlijk ook aan jullie stellen. Paul, jij eerst. Is er een moment geweest dat je denkt... ja, dat heeft de koers wel veranderd? Voor mezelf, bedoel je? Ja. Ja, nou ja. Er zijn natuurlijk altijd een paar momenten in zo'n tijd. We zijn natuurlijk ook wel weer lang bezig allemaal. Wij zijn ongeveer in dezelfde tijd opgekomen, denk ik. Osdorp Posse, Acda & de Munnik. En Osdorp Posse is iets eerder. Ja, begin jaren 90 zo ongeveer. Ja, precies. Dus jullie waren iets eerder. Wij kwamen zo 95, 96 begonnen we. En ik denk dat het sleutelmoment was wel dat we op Lowlands stonden. De eerste keer. En dat we opeens begrepen wat er aan de hand was. Want eigenlijk hadden we het helemaal niet zo in de gaten. We kwamen terug van vakantie en... ja, we schenen wel een hitje te hebben, maar dat zal wel. En we speelden af daarvoor hier in de Dam in Amsterdam. De opening Uitmarkt. En dat was dan opeens live op televisie, een uur lang. En dat was ook, best heftig of zo. En de Dam vol opeens. En iedereen zingen. En ik er zal wel iets aan de hand zijn. En toen, een dag later, de volgende dag stond op Lowlands. En eerst in een kleine tent, zo verplaatst naar een grote tent. En daar was het opeens dak eraf. En iedereen kon alles meezingen. Zelfs de ballads. Dat ik in mijn eentje een ballad zat te doen aan de piano. En die hele tent, die ging mee. Dat je denkt, oh right, er is echt iets aan de hand. Dat was echt wel zo'n moment dat alles veranderde. Ja, dat ik echt thuis zat. En echt zo hier, toen woonde ik hier vlakbij. In de Pijp. En ik zat echt zo thuis. Echt te zoomen toen ik thuis kwam. Een soort buzz wat je in je hoofd hebt. Van nu is echt alles veranderd of zo. Welk jaar was dat? 98. Oh, oké. Want het is wel dan... gek dat je dat zegt, want ik heb natuurlijk een beetje onderzocht dat ik de jaartallen en zo. Want ik las dat Acda & de Munnik het eerste album in 97 uitkwam en dat hij 5 weken op nummer 1 heeft gestaan. Ja, maar dat pas na 98. Ah, dus dat is een... ja, dat was ook nog... Dat was dat moment. Dat mag ik best nu vertellen, want of tenminste mag ik nu best op die manier delen, omdat het natuurlijk allemaal verleden tijd is. Het was toen dat we dus met Niet of Nooit Geweest uitkwamen, wat op het tweede album stond. En dat eerste album werd daardoor door iedereen gekocht. Dus het eerste album kwam gewoon op nummer 1. En toen de tweede album uitkwam, kwam dat op nummer 1. Dus het was gewoon 1 en 2 stonden we. En Marco Borsato stond op 3. Ja. Dus dat was even heel erg leuk, ja, in die tijd. Het verbaasde mij al dat ik dat las, 5 weken op nummer 1. Ik denk, want daarna is allemaal later. Praten ze pas over de hit nooit geweest, klopt, inderdaad. Klopt. En voor jou, Pascal? Ja, dat was qua bekend worden voor ons niet één specifiek sleutelmoment. Omdat we waren natuurlijk in de jaren 80 al begonnen. En dat waren eigenlijk allemaal hele kleine stapjes waarmee je heel langzaam naar boven klimt. En dan heb je eigenlijk een hele rits mini-sleutelmomentjes, om het zo maar te noemen. Maar wat Lowlands was voor ons natuurlijk ook wel een van de grotere. Dat we gewoon in 95 daar letterlijk en figuurlijk doorbraken door de hele tent gewoon soort af te breken. Dat was wel heel tof. En iedereen die daarbij was, die weet het gewoon nog steeds. Het staat echt bij duizenden mensen in hun geheugen gegrift. Het was ook echt zo'n gekkenhuis. En daarna, iedereen had het over ons. En ineens wou Mojo ons boeken. En kwamen op al die grote festivals. En stond ik met mijn kop op elke voorpagina, weet je wel. Toen ging het wel heel hard. Maar er zaten natuurlijk al heel veel momentjes aan vooraf. Een hele post sleutelmomenten. Ja, wat voor ons denk ik ook wel een keerpuntje was, zeg maar, van het mega underground naar iets algemener bekend was de uitzending Firma Onrust van de VPRO. Dat was in 1990. Toen kwamen we ineens op televisie met het clipje van moordenaars. En dat sloeg wel aan. Het was een beetje een uit de hand gelopen grap allemaal eigenlijk toen. Denk je, als dat niet was gebeurd, was het dan hetzelfde gelopen? Kreeg je een beetje energie van toch dat er opeens aandacht was? Tuurlijk, ja. Kijk, we werden ineens voor allemaal vage feesten gevraagd. Daarvoor deden we eigenlijk niet of nauwelijks optredens. En vanaf die uitzending in 1990 kregen we ineens allemaal van die mensen aan de lijn die studentenfeesten organiseerden en dat soort shit, weet je. En die feesten in kraakpanden, allemaal van die hele vage underground dingen. En daar begonnen we een beetje mee. En dat was ook echt letterlijk spelen voor een kratje bier en voor de lol. Dat hebben we heel lang volgehouden. En op een gegeven moment werden 2 kratjes bier, et cetera. En tot je ineens beseft van, hé, we zijn professioneel bezig. We leven ervan. Je weet, bier overhield. Maar dat hebben heel wat kratjes bier gekost, zeg maar. Ja. Maar dat is wel grappig, want jij hebt het, zeg maar, aldoende geleerd. En jij bent jij hebt een opleiding gevolgd waar je eigenlijk gevormd wordt. Ja. Soort van, het is wel een andere... want jullie hebben elkaar ontmoet, jij en Thomas dan in... even kijken, wat was dat? 89. Ja, 89. Maar dan kun je er niet spreken van een begin. Nee hoor, je gaat gewoon je opleiding in. Ik bedoel, iedereen doet een opleiding. Ik weet niet wat Pascal gedaan heeft, maar... Grafisch. Nou, grafisch. Dus je gaat gewoon... je wil je ergens in bekwamen. Ja. Dus ik wilde iets met muziek en theater en liedjes. We kijken wel even waar we terechtkomen. Het zou iets met theater worden in ieder geval. En muziek. En dat werd de kleinkunst. En daar kwam ik toen Thomas al tegen met de audities. En toen later kwamen we bij elkaar in de klas. Eigenlijk pas laat, was in het tweede jaar. Thomas ging eens naar de toneelschool nog een jaar. En toen zijn we uiteindelijk bij elkaar in de klas gekomen. Maar eigenlijk is dat natuurlijk ook... het is een soort basis die je legt. En je leert een aantal dingen. Je leert echt wel wat. Het is ook een bepaalde werkethiek. En bijvoorbeeld netwerken. Dat soort dingen. Dat leer je natuurlijk wel. En een soort basis van hoe je op een podium staat. Je leert jezelf onderhouden. Lichamelijk ook. Geestelijk ook. Maar uiteindelijk, op het moment dat je van school komt, begint het natuurlijk pas. En dan ga je het natuurlijk allemaal pas leren. Dan loop je pas overal tegenaan. En, dus wat dat betreft, of ik nou dat gedaan had of een andere opleiding, dat maakt eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel uit. Nee, maar daarna verbaast het me ook een beetje dat je in 97 pas het eerste album hebt uitgebracht. Terwijl daar best wel veel jaren overheen gaan. Osdorp was zeg maar begin 88, 89 misschien. Zo wordt het een beetje bestempeld. Ons eerste album kwam in 92. Precies. Uit. Maar daarvoor hadden we al die demo-bandjes. Precies, maar dat is veel sneller of zo. Op een of andere manier is dat een... Nou, je zat denk ik al eerder op je merites of zo. Of wat je moest maken of zo. Ja, we hebben het allemaal nooit zo serieus genomen. Zeker niet in het begin. Ja. We waren gewoon aan het klooien omdat we het leuk vonden. Maar jullie waren dat al aan het doen meteen. Ja. En dat was een beetje het sneeuwbaleffect eigenlijk. Weet je wel? Je rolt een sneeuwballetje voor de lol. En voordat je het eigenlijk door hebt, gaat er een enorme bal die berg af. En dan, als je er eenmaal mee gaat rollen. Bijvoorbeeld, wij hebben in 1994... om het maar even op sleutelmoment te houden... hadden we op een gegeven moment een beetje zitten rekenen. Toen deden we het volprogramma van Urban Dance Squad. En toen kregen we ook steeds meer, weet je wel, reacties vanuit volle zalen. Want daarvoor hadden we natuurlijk geen volle zalen. En toen we met de Dance Squad meegingen, toen beseften wij dat we ook gewoon volle zalen echt op zijn kop konden zetten. Mm. Dus toen hadden we zoiets van, damn, weet je wel, van geef ons een volle zaal en we rocken hem. Gewoon, dat wisten we toen zeker. En dan gingen we ook een beetje zitten rekenen. En toen dachten we van, als we nou zoveel optredens per maand doen, en dat doen we eigenlijk al, dan kunnen we ervan leven. En toen hebben we gewoon de stap gewaagd door allemaal ons baantje op te zeggen. Of opleiding, of wat dan ook. En toen zijn we er echt helemaal fulltime voor gegaan. En werd het toen leuk of werd het toen minder leuk? Beide. Bij vlagen. Kijk, het wordt leuker omdat je ineens fulltime met je hobby bezig bent. En er ook van kan leven. Dat is toch een soort kick. En op sommige vlakken iets minder leuk. Omdat je hobby ook serieuze kantjes begint te krijgen. Weet je? Ja, dat kan me voorstellen. Dan ben je er ook ineens financieel afhankelijk van en zo. Maar voor ons was het eigenlijk niet zo heel relevant, omdat wij hebben het nooit gedaan met een soort commerciële insteek. Voor ons was het meer om een soort statement te maken. En we waren eigenlijk gewoon over een scheid aan. En we hadden zoiets van, zolang dit goed gaat, prima. En anders dan pikken we gewoon weer een of ander baantje op. We maakten ons daar niet zo druk op. Ja, precies. Het was niet van dat je op een gegeven moment in een soort mal zat, dat je denkt, ja, kut, nu moeten we dit echt gaan doen. Nee, want ik heb van begin af aan wel beseft van, oké, als we er nu financieel afhankelijk van worden of wat dan ook, dan wil ik niet dat het artistieke daaronder gaat leiden. Nee. Weet je, dat je ook echt gewoon doet wat nu bijna elke rapper doet, gewoon van die volgekoude hitjes gaat maken. Ja. En waar er gewoon zoiets van, ja, voor ons was het heel belangrijk om die, we hebben overal scheid aan mentaliteit, om die zo puur mogelijk te houden. Ja, precies. En het was ook heel paradoxaal eigenlijk, want hoe heftiger wij dat volhielden, hoe populairder we werden. Ja, dus het was een hele rare tijd eigenlijk. Ja. Ik vond het ook heel interessant dat tegenstrijdige, zeg maar, tegen de rest aanschoppen. En vooral misschien, ik heb nooit echt gepubert, maar dat vond ik wel heel mooi. Ja, als ze tegen ons zeiden van dit moet of dat mag niet. En we deden altijd het omgekeerde. En dat scheen zo te werken. Ja. Zo'n soort eigen wijsheid of zo, weet je. Die eigen wijsheid die heb ik ook een beetje meegenomen in mijn muziek. Maar bij hun werkte dat heel erg, zeg maar. En bij mij is het gewoon, ja, het is een heel andere wereld natuurlijk ook. Mm. Dus de eigen wijsheid heeft mij, denk ik, af en toe wel weerhouden van bepaalde. Ja, maar iets moet ook goed voelen, vind ik, weet je wel. Ik bedoel, iemand kan jou bij wijze van spreken een ton bieden om, ik noem maar wat, Coca-Cola te verkopen. Maar als dat voor jou niet goed voelt, ja, fuck it dan, weet je. Nee. Je gooit wel je hele naam ermee te grabbel, vind ik. En je hele carrière eigenlijk, alles waar je voor staat. Ik denk dat het wel meevalt tegenwoordig. Ik denk dat het vroeger tegenwoordig mag alles. Precies, en ik denk dat het ook wel omarmd wordt. Bijvoorbeeld iemand als Anouk, die kan juist doordat ze zichzelf totaal zelf bepaalt wat ze doet, kan ze ook bij de Voice gaan zitten, maar is dat geen inleveren of zo? Dus er is ook nog wel een soort een tegendraadsheid. Maar veel minder. Het woord sell-out bestaat gewoon niet meer in het vocabulaire. Vooral binnen de hip-hop was het vroeger echt not done om commerciële dingen te doen. Dan was je gewoon inderdaad een sell-out, een sukkel, een verrader, een loser, iemand die de hip-hop ten schande maakte. Ja, vul maar in. Maar tegenwoordig is het zo 180 graden gedraaid dat je er juist voor wordt geprezen. Want ik klink als een oude lul die over vroeger praat. Maar vroeger, in hiphop was originaliteit de graadsmeter. En nu is het voor heel veel van die kids is het zo van hoe meer geld je verdient, hoe stoerder je bent. Dus de graadsmeter is ook heel anders. Ja. En in dat opzicht is reclame natuurlijk heel stoer om te doen met die mentaliteit van nu. Ja, en helemaal als je het zelf helemaal kan verdienen natuurlijk. Zoals die jongens van nu met YouTube en met hun eigen kanalen en eigen winkels en zo, weet je wel. Dan heb je ook nog eens alle touwtjes in eigen handen. Ja. Nou. Wil ik daar even op inhaken, want je zegt als een oude lul. Jullie zijn beide, daarmee wil ik niet zeggen dat jullie oude lullen zijn trouwens. Maar jullie zijn beide. Stap zo op, hè? Het is maar net uit welk perspectief je dat zeker weten. Jullie zijn beide. Jij bent ook een oude lul, je bent alleen niet zo oud, dat is het enige. Ja, precies. Jullie zijn beide 49 jaar. Ja. En ik kom dan uit een hiphophoek, zeg maar. Ik luister een jaartje of 25 hiphop. Jij bent een van de oudste nog actieve rappers, zeg maar, in Nederland. Ja. Paul is verre na niet de oudste zanger. Snap je een beetje waar ik heen wil gaan? Ja, maar het is kijk, een zanger is natuurlijk sowieso al veel breder dan iemand uit de hiphophoek. Dan heb je het al over één bepaalde scene. En een singer kan eigenlijk overal op. Ja, maar dus ik vind het juist misschien een beetje gek. Ja. Het is natuurlijk hiphop. Jij was 10 toen Rapper's Delight uitkwam, zeg maar. Zoiets, ja. Dus hiphop is jonger dan dat jij bent. Dus het is een beetje een soort van, misschien moet het gewoon over 50 jaar is het heel normaal misschien dat er mensen zijn van 50 die nog wat in de raphoek doen. Het wordt nu wel een beetje gezien als een heel erg jongere ding. Nog wel, nog wel. Maar kijk, je bedoelt dat het toch volwassen moet worden of zo, bedoel je? Nou ja, volwassen. Ik denk meer hoe ernaar gekeken wordt vanuit de buitenwereld, zeg maar. Ik denk als je als 40, 50-jarige persoon nog iets met rap doet, dat wordt altijd een beetje gek gevonden. Terwijl een zanger met die leeftijd de normaalste zaak van de wereld is. Nou, wat je wel denk ik met hiphop meer merkt dan met andere genres, is dat als mensen op een gegeven moment een jaartje of 30 worden en over het algemeen dan een hypotheek hebben en achter een kinderwagen lopen, et cetera, dat ze dan ook bijna automatisch niet meer naar hiphopconcerten gaan. Dat is dan iets uit hun jeugd, weet je wel. Ik heb zo vaak dat mensen naar me toe komen, hé man, ik was vroeger fan van jou. Dan zeg ik al vaak zoiets, ik vond jou vroeger ook leuker. Weet je, fuck off. Maar het is een bijna zo van bijna een soort ongeschreven regel van als je 30 plus bent, dan doe je geen hiphop meer, weet je wel. Alleen oude diehards zoals wij, die gaan er gewoon mee door, omdat ze het gewoon ook echt als een levensstijl beschouwen. Niks anders maar kunnen. Voor de meeste mensen is het denk ik dan toch niet echt een levensstijl, maar meer een soort jeugdperiode. Ja. Nou, wij nemen onze fans gewoon mee. Dat is ook tamelijk. Dat is ook wel eens confronterend. Nou, maar dat is ook denk ik makkelijker in een ander genre. Omdat bijvoorbeeld een rustige pianoballet, daar kan je als oude man of vrouw heel makkelijk nog van genieten. Ja. Terwijl met Osdorp Posse, dat was zo'n energie-explosie op het podium. En gewoon mensen, echt het zweet droop letterlijk van de muren af. Ja. Iedereen stond te springen en te douwen. En weet je wel, dat doe je niet meer als je 60 bent. Nee. Dat kan je niet eens meer. Nee. Dus het is toch wel iets wat op een gegeven moment stopt of zo. Maar even daarop ingaan. Het was met de popmuziek natuurlijk ook zo. Je had het begin van de echt populaire muziek. En het begin van de muziek waar we nu in zitten. Dus als je even over, laat ik zeggen, de Beatles en dat in die tijd hebt. Toen waren de popgroepjes natuurlijk ook altijd jong. Allemaal jonge mensen. En die stopten of ze gingen dood op 27... of ze gingen tot 30, 35 door. En dan was het ook klaar. Nu, daaruit zijn langzaam natuurlijk de ouderen ontstaan. Neil Diamond en Paul Simon. En dat soort mensen die ook echt op oudere leeftijd nog. Ja. Nog steeds. Neil Diamond heb ik hier in Dinges nog gezien. En dat heeft het laatste concert hier in de Ziggo. En die stond nog steeds al die face, maar weer liever. En iedereen zit keurig op zijn stoeltjes en mee te klappen. Ja. En dat is hetzelfde gevoel, alleen iedereen is een stuk ouder geworden. Dus met die muziek kan dat nu. En misschien dat op een gegeven moment de hiphop ook wel kan. Ja, ik denk het wel hoor. Ik denk ook wel dat het gaat nog even duren, denk ik. Want als je bijvoorbeeld een hele oude reggae-artiest ziet, hè, dan heb je wel eens van die hele grijze dread-opa's. Of in de jazz, van die oude mannen met die strak in het pak nog. Die worden echt als een soort helden gezien, omdat ze zo oud zijn en al 60 jaar jazz maken. Maar in hiphop is bijna het omgekeerde. Van als jij als 30 plus nog rapt, ben je bijna een soort van jeetje, moet dat nou nog, weet je wel? Dus rap onder dinosaurus, what the fuck, weet je? Ja. Dus die perceptie is nog niet zo gerijpt als bij andere genres, heb ik het idee. Nee, dat denk ik ook. Daarom ook inderdaad mijn vraag. Maar ik denk dat als je bijvoorbeeld iemand als... Ik had laatst een gesprekje met Frits Spits en die let dan inderdaad gewoon op een rap. Die kan een rap mooi vinden, maar omdat de tekst ook mooi is, weet je. Ja. En ik denk dat het de laatste 10 jaar wel dat mensen meer ook de teksten zijn gaan waarderen. Dat ze over de rap heen kunnen kijken naar... want jij werkt heel af en toe met een rapper, Paul. Met verschillende rappers. Waar let jij op? Let jij op teksten waar je zelf op let? Of let je meer op muziek? Ja, ik weet niet zo goed waar ik dan op let. Ja, sowieso op teksten natuurlijk. Ik ben gek van Eminem. Weet je, in ieder geval van zijn werk van een paar albums geloof ik zo. Dat vind ik echt ongelooflijk gaaf. Als je dat gewoon het spelen met die woorden, hoe dat loopt, hoe dat floot. Ja. Dat vind ik helemaal te gek. En dat komt eigenlijk in eerste plaats. Ja. Voor, uh, voor beat of opwinding. Ja, maar dat is heel grappig. Want ik denk namelijk dat het voor meer dan... Ik denk dat het wel 75% van de mensen... Het is geen onderzoek hoor, je hoeft me hier niet op... maar die letten eerst op muziek. Ja. En dat heb ik altijd gek gevonden. Lekker klinken, ja. Ja. Ja, maar het is natuurlijk ook met wat voor insteek je muziek maakt, weet je wel. De een doet het voor het geld. De ander wil gewoon mensen emotioneren. De ander wil echt zijn verhaal kwijt. Of die wil een revolutie, opruiing, knuppel in het hoenderhok. Je hebt allerlei motivaties natuurlijk. En zeker in de rap verschilt dat heel erg. Ja, ja, dat geloof ik ook, ja. En ik vind dat mooi als je een tekst hoort en ik moet erom lachen. Of ik, weet je wel, dat vind ik te gek met rap ook. Of met hiphop, weet ik nooit zo goed hoe ik dat moet zeggen. Maar als je een tekst hoort, wat ook nog geestig is. En goed gedaan en in de rijm geestig. En daar waarmee gespeeld, jij kan dat. En Ekstince kan dat. En Eminem kan dat. Weet je, die gaat die net even dat pakken. Dat je ook moet lachen en ook geraakt wordt. En dan, als er dan een goede beat en op het juiste moment een mooi melodietje doorheen komt... Ja, dan heb je mij wel te pakken. Ja. Dat vind ik gewoon een goede song dan. Ja, nou ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat het liedje goed moet zijn, wat dat betreft. Ja. Jullie sprak net over 95 Lowlands. Jij 98 Lowlands. Kennen jullie elkaar? Nee. Nou, niet heel persoonlijk. Nee, maar als artiest wel. Ja. Ik heb wel aardig wat cd's voor jullie in de kast staan en alles wel een keertje gehoord. Maar qua ontmoeting? Ik kan me maar één festival herinneren waar wij ooit samen stonden. Wat dat betreft zijn we denk ik toch te verschillende genres om samen op één festival te gooien. Weet je wat het was? Ja, dat was in de Marcanti of de Hoeksteen. Bij zo'n feest. Was in Marcanti. Ja. Het was voor Amnesty. Was nog met Herman Brood en Laurens Leen. Dat waren allemaal Nederlandse artiesten. Ja, het was het initiatief van Katja. Ja. En nog iemand. Iets met Amnesty of zoiets. En Herman Brood, die was toen al behoorlijk weg. En about to jump. Ja, maar en die sprong toen ook van het podium af. Ja. Oefenen. Die oefende al. Ja. En die werd inderdaad niet opgevangen. Het was verschrikkelijk. Het was echt teloorgang. Die lag achter het podium. Ook met zo'n fles crème de ment lag die achter. En met een of ander meisje bij zijn team dan een beetje voor hem zorgde. Het was echt verschrikkelijk. En daarom waren wij gewoon nog hele backstage... Zitten hijsen en dat was wel heel erg leuk, weet ik nog wel. Ja, dat was wel een legendarisch feestje. Ja. Volgens mij is dat de enige keer dat wij samen gespeeld hebben. Geloof ik ook, ja. Rond welk jaar was dat? Ja, dat zal die tijd, 98, 99, ja, 97, 98. Wanneer sprong Herman ook alweer? Oh, ja. 2002 of zo? Nee, dat weet ik toevallig. Dat was 2001. Ja. Nou, zat ik er niet ver naast. Ja. Nou, dan was dat ervoor dus. Dat was in ieder geval ervoor, ja. Dat klopt. Ik denk dat het 99 was. Ah ja. Zoiets. Jullie hebben nog één ding. Frans Hendricks. Nog een gemeenschappelijke factor, inderdaad. Ja. Jij maakt je muziek. Je neemt heel veel platen op daar. Bij Frans, ja. Ook met Acda & de Munnik hebben jullie wat gedaan. Ja, heb ook wel eens bij Frans opgenomen. En Frans werkte vroeger in Zeezicht. En daar hebben we met Acda & de Munnik ook opgenomen. Daar heb ik ook nog opgenomen, ja. Toen hij daar werkte. En ook met Frans nog. Ja. Ja, dus en Frans heeft natuurlijk nu zijn eigen studio en daar... Dus altijd heel fijn daarom op te nemen. Dus dat is heel fijn. Dat is een boerderij. Dus ja, dat heb ik ook nog opgenomen. Maar toen was hij het net aan het verbouwen. Oh ja, met JB dus samen nog. Volgens mij heb ik het nog niet helemaal afgezien. Oh, je zou het moeten doen. Ja. Dat is te gek. Wat is jouw connectie met Frans? Ik heb zo'n project een paar keer gedaan. Def P en de Beatbusters. De ska reggae band. Oh ja. En op een gegeven moment kregen we daar een major deal mee. Bij EMI. En... Ja, toen werden er allemaal plannen beraamd. En die Beatbusters, ikzelf trouwens ook, waren vroeger allemaal Doe Maar fan. Dus de gemeenschappelijke wens van de hele band was van... wij willen dan in dezelfde studio met dezelfde producer als Doe Maar. Ja. Dus dat werd Frans Hendricks in Zeezicht. Ja. Dus dat was gauw geregeld. Dat was je enige major, hè? Hoe bedoel je? Nou ja, dat er opeens major deal. Dat er een bak geld was, zeg maar, om een plaat op te nemen. Ja, dat mag je wel zeggen, ja. Ja, die bakgeld is natuurlijk fictief. Ja, major deals zijn gewoon bullshit. Ze doen net als ze een bak geld neerleggen... Om een hele dure plaat op te nemen. Een hele dure promotiecampagne. Maar als je daar gespecificeerde rekeningen van vraagt... wat jij dit, krijg je allemaal neprekeningen. Dus het zijn allemaal vriendjes van vriendjes... die elkaar steunen en een hand boven het hoofd houden. Dus één groot netwerk van bullshitters. En dat kan ik ook bewijzen, hoor. Dat zeg ik niet vanuit een vermoeden of zo. Het was gewoon keihard zo. Maar ik vond het ook wel weer heel leerzaam, zeg maar, om dat een keer mee te maken. Dat was ook niet dat ik daar mijn leven lang aan vast zat of zo. Dan had ik wel gebaald. Als je echt, zeg maar, als persoon bij een major vast zat voor 10, 20 jaar... dan had ik gedacht van fuck. Maar omdat het een los project was, kon ik er ook wel weer om lachen. Maar ja, ze zijn wel heel goed in de boel belazeren, hoor, die major labels. Ja, dat was met Def P en de Beatbusters? Ja, oké. Ja. Ik kan me ook nog herinneren dat we moesten tekenen daar op dat kantoor. En dat was allemaal echt zo'n moment met champagne en pers erbij. Alle slingers en ballonnen, weet je wel. En dat Johan, die zanger van de band, die zei... We worden genaaid! Ja, en hij sloeg ook echt de spijker op zijn kop. Ja. Hoe heb jij dit ervaren, Paul? Want je hebt verschillende... Wij zijn gewoon altijd lekker meegegaan met die bubbel. Ja. Kijk, toen wij tekenen... jullie hebben in eerste instantie dus niet bij een label getekend. Met Def en de Beatbusters wel. Met de Posse niet? Jawel, maar dat was niet major. Okay. Dus het was wat overzichtelijker. Ja, wij kwamen gewoon... wij waren gewoon theaterprogramma's aan het maken. En dat wilden we eigenlijk. Met liedjes. En toen kwamen we bij een hoe heet zo'n gast? Een A&R manager. En die zei... ja, jullie moeten een plaat gaan maken. En wij zeiden, we willen helemaal geen plaat maken. We willen theaterprogramma's maken. Nee, maar dat is heel interessant wat jullie maken. Ja, maar wij willen helemaal geen plaat maken. Ja, nou, ga toch maar een demo maken. Oké, dan nemen we de liedjes op concert schrijven. Dus wij de studio in, ergens in Haarlem, een plaatje, een demootje gemaakt. Het zal wel. Ja, ga toch praten. En op een gegeven moment zaten we opeens bij een onderlabel van Sony. En wij zijn er nog steeds. Ja, wij hoeven maar geen platendeal. Dus op een gegeven moment werd het steeds gekker. Want zij wilden per se ons binnen. Ze hadden blijkbaar gezien van dat wat in zat. En wij dachten, het zal wel. Dus wij kregen echt zo'n soort van, nou, hier... Teken dan dit, weet je, zeg maar wat je wil. Zeg maar wat je wil hebben. Wij hadden ook helemaal geen verstand van. Dus voor ons was het gewoon... Nou ja, blijkbaar... We kregen ook gewoon een hele goede deal. We hebben dat op een gegeven moment teruggekoppeld aan mensen. Van oké, wat moeten we nou in godsnaam doen? En het was gewoon een hele goede deal. En in die tijd kreeg je ook nog heel veel geld... als je bijvoorbeeld een clipje wilde maken of zo. Of inderdaad een budget voor een album. Dus dat werd er gewoon een budget vastgesteld. Nou ja, dat is nu budgetten die... Daar sta je nu echt naar te kijken van... Ja. Nou ja, daar maak ik nu 8 platen voor, bij wijze van spreken, weet je. Dat is echt niet normaal. Maar inderdaad, wat Pascal zegt, ja, kijk, uiteindelijk... Maar die budgetten worden allemaal kunstmatig opgehoogd. Tuurlijk, en je betaalt het allemaal terug. Want het wordt ergens anders verdiend, wat jij niet verdient. Het is zo ontworpen dat ze eigenlijk jou bijna nooit royalties hoeven uit te keren. Behalve als er echt een enorm bedrag eerst vanaf is gehaald. Ja. Van jou toch al lullige percentage. Ja. Nou, wij hadden gelukkig hebben het altijd wel... Nou goed, wij hadden het op dat moment wel redelijk voor elkaar. Want we hadden gewoon een goed percentage. Ja. Weet je wel, omdat we de hele tijd zeiden, we hoeven niet. Dus we kwamen best hoog in het percentage uit. Ja, en, voor elke meijer die jij in je zak steekt... doen hun er minstens 9. Daarom, zeker. Zeker waar, want anders doen ze het niet. Waarom zouden ze het anders doen? Nee. Dus en dat hebben we op een gegeven moment ook wel goed begrepen. En vooral als het op een gegeven moment dan wat minder wordt. Want dan merk je opeens ook dat... toen wij natuurlijk wat later in de carrière kwamen... dan merk je, oké, dan moet er op een gegeven moment wel dingen gebeuren. Dan moet iemand gewoon wel aan de bak. Dan moet iemand op een gegeven moment gaan zeggen van... nou jongens, nu gaan we het zo aanpakken. Maar niemand kwam. Weet je, dus we verwachten toch dat jij weer met de gouden eieren komt. Op zich is ook prima. Alleen ja, dan mag ook wel eens een keer iemand zeggen van... ik heb nu een plan, ik heb nu een idee. Er kwam niemand. En maar klagen dat we niet verkopen. Het verkocht zichzelf in het begin gewoon eigenlijk. Tuurlijk. En daarna moesten we doen. Dat duurt 3 albums, 4 albums. Maar daarna moet je... Ja, dan moet je een soort plan hebben. Of dan moet iemand met een plan komen. En wij waren ook daar niet heel erg sterk in, hoor. Want dan kwamen ze wel eens met de plaat met een plan of iets. Misschien moeten jullie dit eens proberen of dat proberen. Ja, hadden wij ook al snel zoiets. Ja, joh, ben je gek, weet je wel. Laat ons maar gewoon ons ding doen. Ja, want als je wel een plan hebt, is het ook weer irritant. Is het vaak ook irritant. Dan heb je het idee dat je moet doen wat de wat zij willen. Daarom. Dus meestal werkt dat ook helemaal niet zo. Had bij ons zelfs averechts hoor. En dat zeiden we ook. We willen niemand, dat was ook een voorwaarde. Er mag nooit iemand van de platenmaatschappij in de studio komen voordat we klaar zijn. Weet je, ik wil niet dat er iemand zegt en die zegt... ja, misschien is dit wel leuk om hier een saxofoonsolo... Ik vond het wel irritant dat ze zich met de timing gingen bemoeien. Ja, dan moet hij klaar zijn. Maar nee, verschrikkelijk. Het is een creatief proces, weet je wel. Ja, maar dan beginnen de festivals en de dit en de dat en de bla. Whatever, man. Het is klaar als het klaar is. Ik heb nog nooit met een label te maken gehad, zelf. Houden zo. Nou ja, dat zit er wel in, inderdaad. Ja. Ik ben heel toevallig vorige maand voor het eerst bij een publisher geweest... En, dat moet je helemaal niet mee. Nou ja, wat dingetjes, die heeft wat geluisterd. En die vond het allemaal wel redelijk zwaarmoedig. Ja. En die zei van ja, als je... Heb je nog verkeerd begrepen ook? Hoe bedoel je? Nou, jij maakt helemaal geen zwaarmoedige teksten. Nou ja, het is wat melancholisch hier en daar natuurlijk. Ja, oké, maar zwaarmoedig is het niet. Maar ik zei ook tegen hem van ja... Fuck you. Ja, nou ja, uiteindelijk... Ik heb altijd een iets ander taalgebruik wat dat betreft. Maar hij zei, hij vond het wel interessant met de gaattaal. Maar hij zei ook van ja, misschien dan 50-50, dan een liedje van dat. Ik zeg ja, maar dit is wat ik maak, zeg maar. En dat ga ik niet... Toen merkte we wel dat we soort van een beetje uit elkaar gingen. Ik denk van... Ja. Maar ik vond het wel interessant om even mee te praten, weet je. En dat was ook echt de enige keer dat ik ooit... Nou, dat heb ik heel snel begrepen. Toen zat ik nog op school. Zat ik nog op de theaterschool. En ik was helemaal nog nergens mee bezig. Ik had toevallig een paar liedjes die wel aardig waren. En Thomas zat in een bandje. Daar had ik verder niks mee te maken. En die hadden inderdaad een publisher. En die, ik werd op een gegeven moment ontboden in Hilversum... bij de Wisselwoord Studio's daar, weet je. Of ik dan even wilde komen praten met de publisher. Want die wilde dat ik had één liedje. Een mooi liedje. En dat heet ook Mooi Liedje. Dat wilde die graag hebben. En ik dacht, nou, ik ga maar eens praten. Geen flauw idee. Dus. En hij zei dus gewoon letterlijk, en dat was in die tijd hard, ik geef je 10.000 gulden in die tijd. 10.000 gulden voor dat liedje. En ik ben een arme student. Ik denk, 10.000 gulden. Dus ik in de trein naar huis weer. En toen dacht ik, ja, maar dat kan niet. Als iemand je 10.000 gulden betaalt voor dat liedje... Dat kan nooit goed zijn. Dat kan, het voelt aan alles, dat is niet goed. Want dat betekent gewoon dat er veel meer geld te halen valt met dat liedje. Er is iets anders en dat ga ik niet doen. Ik ga dit liedje niet... Dus ik heb het ook niet gedaan toen. Ik bedoel, dat kan ik wel heel stoer over doen. Maar dat vond ik toen wel heel stoer. Ik doe het niet, ik ga het gewoon niet doen. Ik hou hem gewoon bij me. En later hebben we dat ook altijd blijven doen. Van, we gaan niet bij uitgevers... Als we bij platenmaatschappij tekenen... Zeiden, je moet eigenlijk ook je uitgevers... Je moet recht in leveren. Nou, dat dacht ik niet. Dan doen we het wel niet. Wij hadden geen idee hoe dat zat vroeger met publishing. Je komt er een keer tegenaan. Ja, nee, wij hebben het altijd weggegeven. Gewoon, zeg maar, ervoor getekend ook. Hoor. Zo van, publishing, bij de deal, dat zal allemaal wel, weet je wel. Ja. En toen bij één plaat was onze platenbaas het vergeten, zeg maar, om ons dat te laten tekenen. Ja. En toen kregen we ineens een hele smak geld op onze rekening. Maar van, wow, dat tikt lekker aan. En toen werd er ineens bij ons... aangebeld van, ja, wacht even... we hebben per ongeluk vergeten de publishing te regelen met jullie. We moesten ineens een heleboel terugbetalen. Ja. Met terugwerkende kracht. Toen waren we echt zien, wat is dit voor gelul, weet je wel? En toen beseften we ineens wat onze publishing waard was. Ja, ja. En toen dan ontstaan al gauw ideeën van... we gaan het zelf doen. Ja, 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 ja. En zo moeilijk is het allemaal niet. Nee, precies. En bovendien, wat heel vaak bij publishers gebeurt... ja, dan kom je bij ons en dan gaan wij je werk... zorgen dat je werk verkocht wordt. En dat gebeurt dus op de een of andere manier nooit. Nee, jij zorgt dat je werk verkocht wordt. Ja, en je doet je eigen werk steeds. Ja. En zij pakken daar gewoon hun geld van. We hebben op een gegeven moment ook op een bepaald moment... met Acda & de Munnik, tot aan een bepaald moment... wel alles in één keer met een hele grote zak geld. Oké, hier hebben jullie dit. Zoek het bij een grote uitgeverij. En vanaf dat moment hebben we ook gezegd... oké, en dat gaat maar tot dan. En daarna gaan we gewoon alles weer zelf doen. Nou, daar hebben we op een gegeven moment een grote zak geld voor gekregen. Maar ja, daar gebeurt verder niks mee met dat werk. Daar pakken ze af en toe wat geld van. En er komt echt niet opeens iemand in Amerika aan. Ze zitten gewoon te wachten tot een of ander merk zegt van... ja, ik wil dat gebruiken in mijn reclamefilmpje. En dan komt er weer wat in het laadje, weet je wel. Ze pakken gewoon catalogus. Ja. Zullen catalogus hebben? Ja, precies. Even uit de publishing... Ja, laten we daar uitstappen. Laten we wel een klein beetje serieus blijven... want ja, we zijn drie serieuze mannen natuurlijk. Daarom. Pascal, was het jouw beslissing om te stoppen met Osdorp Posse? Ik heb wel, zeg maar, de voorzet gegeven... maar we hebben hem gezamenlijk ingepakt. En tot zover deel 1 van dit gesprek. Binnenkort vindt u deel 2 via de verschillende kanalen. Dankjewel voor het luisteren. Tot snel.